Hallo allemaal, ik zit nu te eten met Anita. We eten, ik heb bami soep met garnalen en groenten en ei en ik weet niet, iets van vlees. En Anita heeft rijstcake en we hebben net ons drinken gehaald. Ja, hier in China kun je gewoon drinken kopen ergens anders en dan meenemen naar een restaurant. Echt super fijn. Ik wou dat we dat in Nederland hadden. Ja. Maar goed, we gaan nu eerst even eten en daarna gaan we een planning maken voor wat we vandaag gaan doen. De rest slaapt nog, dus ik denk dat het een dagje met z'n tweeën wordt en misschien vanavond met de rest. Eet smakelijk! Even ter verduidelijking. Dit is niet rijstcake, dit is gyoza met ei en lenteui. Ja. En dit is Anita's rijstcake. Yummy! We hebben nu heel erg haast, want we hadden net op internet gevonden dat je naar de bergen kan gaan met kabelbaan. En hij sluit om 4 uur, maar het is 4:30 en we gaan het nooit halen. Maar ik geloof er misschien in dat de website niet up-to-date is. Is dat deze? Nee, andere kant, andere kant. Dus we gaan het alsnog proberen, maar we gaan het niet halen. Maar we gaan het alsnog proberen. Ja. Oké, we zijn dus bij de volgende metrostation uitgegaan. Maar de volgende dan dat ik had gekocht. Maar waarschijnlijk kan ik niet uitchecken. Dus ik ga nu naar de balie en zeggen dat ik mijn kaartje ben kwijtgeraakt. Want vorige keer was ik hem echt kwijtgeraakt. Toen kwam ik er wel zo uit. En nu ga ik dus liegen. Oh my god. Ja, maar we willen het zo graag halen, die kabelbaan. Dus volgens mij staat hier ook nog een taxi voor kunnen. En het is nu 4:30. Ja, maar we gaan het gewoon proberen. En... Oké, ik ga gewoon 1 keer liegen. Ik ga het nooit meer doen. Dat is echt slecht. Ik hou hier echt niet van. Maar je hebt wel betaald en als je nu voor een halve ging. Het was even duur. Dus eigenlijk is het niet zo erg, denk ik. We hebben hem getranslate, de tekst van wat ik eigenlijk wil zeggen. Van ik ben mijn kaartje kwijtgeraakt in de metro. Ja. Dus ik laat dat gewoon zien. Ik hoop dat het werkt. Hij kijkt mij aan, maar... Hoe komt er eigenlijk uit? Huh? Kun je even kijken? Wat is het? Oh, shitje. Chillen. Is het gelukt? Ja. Oh mijn god. Eigenlijk kan je heel makkelijk zwart reizen. Nee, dat kan niet, want je moet nog een potje in. Ja. Eigenlijk, ik heb niks verkeerds gedaan, want ik heb gewoon betaald. Echt waar. En het was anders gewoon even duur geweest. We zitten in de bus, maar inmiddels is het al 4:15. We hebben geaccepteerd, we gaan de kabelbaan niet halen. Nee, echt jammer, want ik had er wel zin in. Ja. Maar daarnaast is wel een tempel, dus we gaan die gewoon bezoeken. En dat wordt dan waarschijnlijk leuk. Ja, want het staat wel in een van de top 3 of zo. Dus. Ja. Dus daar gaan we dan nu heen. We zijn nu aan het rennen. We hebben net 3 kwartier in de bus gezeten. Dat was oké. Toen gingen we ergens plassen. En kwamen allemaal winkeltjes tegen. En zijn we heel lang gestopt. Maar we waren vergeten dat de tempel kwart over zes dicht gaat. Welke kant? Even kijken naar Google Maps. En het is nu 6:00. Maar ja, we hebben 3 kwartier in de bus gezeten. Dus ik wilde eigenlijk wel gewoon naartoe. Oh, hier is het. Nee, dit is hem niet. Kijk, we zijn er weg. Daar dan. Kom rennen. Hallo, ik heb jouw porselein vaasje. Als hij kapot is, is het mijn schuld. Ja, dan is het jouw schuld. Linkerkant. Zoek eens dat plaatje op. Dan kan ik het aan iemand vragen. Misschien hier. Vraag aan deze mensen. Het is gesloten. Wegzet. Echt dom zijn wij. Maar anders hadden we maar een kwartiertje hoor. Als het nu al gesloten is. Ja, dan wel. We waren ook echt vet laat wakker. Ik heb echt bijna 12 uur geslapen. Echt erg. We zitten nu in de bus en ik moet bijna kokhalzen van elke man die hier is. Nou, niet alleen de mannen, maar de rest ook.
Dat stinkt heel erg. En net als het nog drukker, dan is het al wat minder druk. Oké, okay, hij kijkt me aan. Degene die mij aankijkt, hij ging net zo uitademen. Zo. En toen rook ik zijn adem. Het was zo vies, ik moest bijna kokhalsen. En ja, we willen nu naar een watershow gaan. Maar de buschauffeur, toen ik de foto liet zien, zei ze zo van, nee, is er niet. En dat de water is te hoog en met zo'n dingen, zei ze tegen mij. Maar hij is er wel. Maar ik denk dat ze een andere bedoelde. Maar ik kan hem vanaf hier wel zien. Even kijken hoor. Ja, hier zie je al die kleuren. Daar is het. Alleen er is file. Dus we hopen dat we het nog halen. Want straks is er nog een show. Hoop ik om 8 uur volgens mij. Het is nu 7 uur. Dus ja, hij moet even doorrijden. Er kwam net een man hierheen en hij zei er is geen show meer. Je kan wachten tot morgen. Maar Anita gaat nu even vragen aan iemand. Want op internet staat dat er om 7:30 de show is. En op een ander staat weer dat er om 8 uur show is. Hij zegt van wel. Oké, maar de politieman zegt net van niet. Ik moet echt plassen. Maar ik ga niet. Oh, hij zegt dat er. Oh, ik moet hem denk ik iets donkerder doen. Maakt niet uit, 7:30. Half acht. Hij tipte dit in. Oké, nou blijven wachten dan. Ja. Er moet gewoon nog een hoogtepunt zijn vandaag, anders hebben we een dag vol met pech. Het is 7:30. Wanneer begint het nou? De jongen naast Anita is het nu aan het opzoeken. Ja, ik zag het. Ik zie niks. Helemaal niks. Oh mijn god, we zien daar lichtjes, maar... Wacht, als ik kom. Daar! Ja, daar. Maar ik weet niet, ik denk eigenlijk dat dat de betaalde show is, want je hebt toch opgezocht dat dit de fontein is? Ja. Maar wat is dat daar dan? Want er is een show, daarvoor moet je betalen, €50. Ook met lichtjes. Ik denk dat dat hem is hoor. Of wil je daar naartoe lopen en 8 uur hier naartoe zitten? Want er was misschien is 7:30 daar en 8 uur hier. Ja, maar halen we dan nog wel? Weet ik niet. We moeten een keuze vragen. Het even aan iemand anders die het wel weet. Hij heeft een kind, dus gewoon woont hij hier. Oké, lekker logisch. Hij heeft een kind, dus hij woont hier. Gewoon, of komt er nog een watershow? Oh, dan ga ik die andere dag. Volgens mij weten ze het niet. Oh, deze dag. Ik wil deze dag gewoon bijna niet plaatsen. Oh, wat gaan we nu doen? Ik weet het eigenlijk niet. Is het daar de watershow? Ja, ik denk zelf van niet. De jongens waar we net mee gingen praten zijn wel daar naartoe gegaan. Wat doen jullie op een bepaalde type te vragen? Ja, dat doet het. Wil je erheen? Gaan we gewoon doen? Oké. Maar straks begint die om 8 uur, hè? Oh, hij zegt wel 8 uur. 8 uur. Oh ja, ik hoorde ook 8 uur. Oké, we blijven staan, Ja, we blijven staan? Ja, oké. Anita denkt dat het zo gaat beginnen. Toch? Ja, dat is 1 minuut. Spannend! Er is een bord net geplaatst en er staat iets van... Dat het genoodzaakt is om de regelgeving te verbeteren door de gemeente. Moet het goedgekeurd worden? Dat het sinds 8 juli zo is of zo? Dat er een pauze is of zo? Nou, nu wil ik echt morgen naar die betaalde show hoor. Ik word helemaal gek. Gaan we daar naartoe lopen? Ja, is goed. Maar ik denk dat dat de betaalde show is. Nou, ik ga dan gelijk kaartjes kopen, ik ben beu. Zal ik eentje met mijn ogen dicht aanwijzen en dan... Ja, want wij kunnen toch mee leven. Die. Wat is dit? 20, oké. Geen joh. Huh? Ja. Wat zegt ze? Geen joh. Wat is dat? Niet. Zeg maar ja. Oh. Nee, moet oké. Oh mijn god, dat denk ik echt wat. Dat denk ik echt... Ik heb gewoon €2 betaald voor een cola. En dat is het met... cola geproefd? Nee, ik zag haar een blikje cola open doen. Hierin doen. Met een chocoladebol. Nice. Wat de fuck? Wat weer is.
Chocoladebol, ijs en cola. Ik proef nu alleen maar cola. Om even smelten, denk ik. Is dit de chocoladebol? Ja. Zo raar. Maar misschien is het wel heel lekker. Ik wil echt geen dagje meer blijven in Hamilton. Jawel. Maar dan sluit je het echt heel negatief af. Dat is stom. Hebben we dit besteld? En ik zei tegen die man... Een beetje pittig, zeiden we. Proef maar. Hallo, joh, die soep is brood. Ik ga gewoon terug naar die man toe, hè. Ik zie geen eens baan. Oh, echt niet meer leuk. Ik kon net goed in Hangzhou blijven, in ons eigen dorpje. Wat? Ik kon net goed in onze eigen straat blijven. En? Valt wel mee. Mijn baby van gisteren was pittiger. Oh, oké. Open, open. 15, maar je was nu wel heel laat pas tijd, heel laat pas hier. Ja, maar we hebben eigenlijk niks gedaan. Echt? Ja. Want alles was dicht. En... Ik dacht, jullie kwamen gewoon in de avond gewoon samen eten, maar jullie waren zo laat pas terug. Ik dacht, wat heb je nou weer gedaan? Ja. Ja, dus niks. Nou, inmiddels is het al 4:30 s'nachts. We zijn net even naar KTV gegaan met de rest ook. Omdat het eigenlijk bijna de laatste avond is. Morgen hebben we nog één avond, maar dan gaan we denk ik niks doen. Want de volgende dag gaan zij al de trein pakken naar Xinjiang. En wij gaan dan ook die dag naar Beijing. Dus vandaag was denk ik de laatste dag, hè? Echt samen. Laatste nacht dan. Nee, morgen nog. Ja, maar we gaan geen KTV meer. Nee, we gaan geen KTV meer. Dus ja, het is nu 4:30 en morgen wordt de dag hopelijk beter. Ik heb tickets gekocht voor de Westlake Show, maar dan de betaalde, zeg maar. Want die andere show die gratis is, die kon helaas niet, wat ik al had verteld. Maar goed, ik ga nu in ieder geval slapen. Ik wil morgen iets eerder opstaan dan vandaag, zodat we wel gewoon alles kunnen doen. En ook de laatste dag hier. Dus hierbij, bedankt voor het kijken. Doei!